Ik sta bij de Minhallen en hier exposeren heel veel kunstenaars. En we gaan gewoon een kijkje nemen. Lopen jullie mee? Violaine Jong, jij fotografeert. Ik zie hier een blokje met een huilende man en dat intrigeert mij. Ik ben benieuwd, wat is hier het verhaal achter? Het verhaal is dat ik ik wilde een portret te maken van deze man, Jack. En die had dat ook nog nooit meegemaakt. Dus hij was in de studio in het volle licht. En hij was ook ongemakkelijk, eigenlijk net zoals ik nu een beetje ongemakkelijk ben met dit soort dingen. Dus ik was met hem bezig. Dus ik maakte eigenlijk een aantal complimenten naar hem, van dat hij er prachtig uitzag. En dat het eigenlijk allemaal goed was. Wat hij deed, hoe hij stond, het was allemaal oké. En op dat moment brak hij eigenlijk in tranen en ben ik door gaan fotograferen. Want hij zegt, dit is zo bijzonder om zo zeg maar in de belangstelling te staan en iemand die complimenten geeft. En toen huilde hij en dat zijn eigenlijk de mooiste foto's geworden. Martin Griek. Ik sta bij een prachtig beeld. Ja, ik weet niet of ik het een beeld moet noemen. Precies. Ja. Maar er staat op het kaartje steensoort met een vraagteken. Ja. Maar u heeft het wel uitgekozen om er iets moois van te maken. Ja. Nou, ik had eerst een ander plan, maar dat kon ik niet realiseren omdat ik er een zwakke plek in zag. Die kon ik op dat moment niet gebruiken. Toen ik hiermee ging beginnen, dacht ik, ik hak hem in tweeën, dat stuk steen. En ik maak er een platter beeld van. En zo is dit ontstaan. En qua ontwerp zit het gewoon in mijn vogelvormen die ik meestal maak. Ja, oké. Okay. Dus ik kon hier prima mee uit de voeten. Philip Mees, ik sta hier bij heel bijzondere fotografie. Vertel. Ja, dank. Ik heb hier werk hangen wat voor veel mensen best wel druk zou kunnen overkomen. Er zit hier werk met een beweging en een stilstaand beeld erin. Ik vind de wereld vrij druk en ga hierachter in de duinen van bergen op zoek naar mijn rust, mijn rustmomenten, en vindt die daar ook. Maar ik kom er toch meestal gehaast aan. En dan op een gegeven moment dacht ik, ik ben al jaren bezig met die fotografie. Ik ga het combineren. De jachtigheid en de rust wil ik in één beeld proberen te vangen. Ik maak dus werk met lange belichtingen, waarin ik zowel een beweging maak met een camera als ook een stilstaand moment. En door dat op een bepaalde manier uit te voeren, is dit het resultaat. Okay. Botromp, ik zie hier prachtige foto's, onder andere van jou. Daar zit een verhaal achter, kan je daar wat van vertellen? Ja, ik heb dit jaar een kleine serie eigenlijk gemaakt over hartzeer. En dat gaat niet alleen over relaties die overgaan, maar ook door pijn door familie en vrienden. En vooral de stilte die daarna komt. En dat je jezelf weer moet terugvinden en eigenlijk weer moet tegenkomen. En dat probeer ik hier met zelfportretten te laten zien. Ja. Ja. En op wat voor, op een gegeven moment denk je van, nu ga ik een foto van mezelf maken. Op wat voor moment doe je dat? Ja, het zijn meestal momenten waarin ik mezelf op een bepaalde manier voel. Want het is dit keer ook wel weer een onderwerp waar ik zelf ook mee te maken heb gehad. Ik ben ook zelf mezelf weer moeten gaan vinden. Af en toe, ik hou van de natuur, dus zoals hier, dan ga ik weer het bos in en dan vaak ontstaan dingen ook en dan laat ik het gebeuren. Soms heb ik wel een idee in mijn hoofd, maar dan pakt het uiteindelijk toch wat anders uit of komen er juist mooiere dingen uit. Dus